ging het ook weer. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Erik van Vuren. Het is alweer een tijdje geleden sinds ik een video op YouTube heb gepost. En dat gaat komend jaar veranderen. Ik ga dit jaar in ieder geval veel meer aandacht besteden aan dit YouTube kanaal. Vandaar ook dat deze video de 2018 update heet. Ik wil jullie even bijpraten wat er zoal afgelopen tijd is gebeurd. Misschien wel de belangrijkste wijziging. Ik ben geswitcht van Mac naar PC. LED-lampjes. Kost me 20 euro, maar lachen. Maar meer daarover ga ik behandelen in een aparte video waarin ik jullie ga laten zien wat voor PC ik heb samengesteld en hoe die het doet tegenover de Mac die ik tot nu toe altijd heb gebruikt. En aangezien ik dit jaar veel meer aandacht ga besteden aan die YouTube video's en we elkaar op deze manier nog veel vaker gaan zien, heb ik de studio ook meer aangepast. De kasten zijn allemaal ingedeeld op efficiëntie. Ik heb verlichting opgehangen, allemaal spulletjes en wederom dat gaan jullie ook laten zien. De afgelopen maanden heb ik ook nog een klein beetje gereisd. Zo ben ik anderen nog naar Londen gegaan samen met mijn vriendin voor haar verjaardag. Klaar? Ja. Kom op. Super glad. Kom op, we zijn Hollanders. It geht on. Lieselotte wilde dus heel graag schaatsen voor de verjaardag bij het Natural History Museum. En volgens mij de enige Hollander die niet echt opgegroeid is met schaatsen. Maar goed, een beetje Hollandse sfeer natuurlijk. Elfsteden toch moeten wel een beetje in eer houden. En verbazingwekkend genoeg, ik sta nog. Even afkoppen, want voordat ik het weet leg ik onderuit. En? Ja, ik vind het leuk. Ik heb het helemaal naar mijn zin. En de hoeveelheid supercars dat je in Londen tegenkomt is echt niet normaal. Dit is al wat ik binnen 5 minuten tegenkwam. En om bij te komen van de kou zocht ik de warmte op in Dubai. De vaste kijkers onder jullie weten natuurlijk dat ik vaak met Werner Budding op pad ben. En die kan heel veel uitleggen over die auto's. Dus we doen even een Buddingtje. Hij zet het lucht uit de banden aan het laten lopen. Om natuurlijk voor te zorgen dat het loopoppervlak van de band wat groter wordt. Zodra we dan echt de duinen ingaan, niet gelijk vast komen te zitten. En je ziet het, alleen maar Toyota Land Cruisers en heel af en toe een Nissan Patrol. Ik vind het ook vooral zo mooi dat hij alles gewoon lekker met één handje achter het stuur doet. Heel het eerste kwartaal van het nieuw jaar doen ze dit alleen maar tot aan de zomer, omdat het anders bloedverziekend heet wordt. Zo. Er zit daar ergens een GoPro, alleen die wordt volgens mij echt helemaal ondergestraald. Ik moet heel eerlijk zeggen, hij doet het een stuk beter dan ik een tijdje terug met Werner in Utah deed met die nieuwe Discovery. En toen mocht ik eindelijk ook een keer een stukje rijden, toen kwam ik gelijk vast te zitten. Erik, we staan nu bijna al 2 uur vast. En een Defender erbij. Er moet een Defender bij komen. Met een lier. Jongen. En dat demonstreert maar dat je die beesten daar niet voor moet gebruiken. Ik vind het echt bijzonder zielig. Je ziet het, ze zijn uiteraard gemelkorst. Nou, is dat nog tot daar aan toe. Om nou dag in dag uit een partij mensen op je rug te hebben, lijkt me nou niet echt de bedoeling. Hij is het ermee eens, zo te horen. Sorry vriend. Ik ga er in ieder geval niet op zitten. Socha tha maine tumhari hi
Dat is niet het enige uit Dubai wat ik jullie ga laten zien. Er komt nog een aparte video speciaal van Aqua Venture. Het grootste waterpark, nou, in ieder geval van Europa, denk ik. En misschien ook wel van de wereld. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, de Canon EOS Filmmaker Kit. Voor degenen die het gemist hebben, ik zal de link naar de video in de beschrijving zetten. Maar jullie konden kans maken op die Canon Filmmaker Kit door simpelweg te reageren op mijn Instagram foto. Er waren meer dan 100 reacties, waarvoor ontzettend veel dank. En dat maakt het gelijktijdig ook heel erg moeilijk om één winnaar te kiezen. Maar ik heb er één gevonden. Ik ben inmiddels in Utrecht aangekomen met de Filmmaker Kit. En op nummertje 4 hier moet ik zijn. En daar wonen Nina en Willem, als ik goed zeg. En ik heb met Nina zitten appen. Want Willem weet als het goed is van niks. En die gaan we even verrassen met de Filmmaker Kit. Ik voel me net een beetje Gaston Starreveld die een postcode loterijcheck komt uit reiken. Maar goed, even kijken. Hoi, Nina. Hij was aan het gamen. Hij denkt dat nu een vriendin van ons komt. Oh, heel goed. Dacht ik voor gaan? Helemaal voor. Ik weet echt van niks, hij zit te gamen. Schatje. Ja. Is je tanden aan de voet? Hey. Was iets anders dan we verwacht hadden. Ja. Geef het even een momentje. Wacht even hoor. Hij schrok niet eens. Nee, ja. Nee, hij verwachtte heel iemand anders. Hoi. Hi. Willem. Erik. Aangenaam. Ik ben echt al een week op van de zenuwen. Echt? Ja, maar Lou komt helemaal niet. Nee, Lou komt niet. Nee. Dat nee, was nee, hij. Sorry. Zij heeft jou getagd in mijn Instagram bericht. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, de Filmmaker Kit. Ja. Er waren meer dan 100 reacties en ik had die van haar ertussen uitgehaald. Dus, dat was ook wel heel leuk. Ja. Dus ja, bij deze. Geniet ervan. Ik dacht al, waarom wilden ze alles opruimen? Want dat doen we meestal niet voor Lou. Heel huis opruimen. Ja, en nog stofzuigen en zo. Ik dacht wel, hè? Nou, geniet ervan. Ja, heel tof. Nina en Willem, hartstikke bedankt. Heel veel plezier met de Canon EOS Filmmaker Kit. Jullie heel erg bedankt voor het kijken. Druk gelijk ook even die blauwe duim omhoog. Ook abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie heel graag in de volgende video. Doei!